on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 hier is Fishy weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. En ja, heb je ook een vraag aan mij natuurlijk? Ik beantwoord in ieder geval elke week op zondag een Q&A, maak ik een Q&A en dan beantwoord ik jullie vragen. Dus heb jij een vraag aan mij, laat het even achter bij de comments. Dan, een volgende Q&A of misschien die keer erop. Dan beantwoord ik je een vraag in ieder geval. En vergeet natuurlijk ook een blauw duimpje achter te laten, want het steunt me enorm natuurlijk. En ik zou het leuk vinden als ik gewoon weer tegen 200 likes haal hier op deze Q&A, misschien wel daarboven. Het zou helemaal tof zijn natuurlijk. Allereerst even wat over gameplay. Ik haal hier 50 kills op de map Arcade en gewoon met MP7. Bijna een MOAB en ik maak een fout. Ik draai hem om en ik ga dood. En voor mij had ik echt een 22 of 23 stick. Ik ben niet helemaal 100% zeker. Leuk voor de achtergrond in ieder geval. 50 kills dus. En ik speel hier onder andere met Paul, Michel en Remco. En volgens mij was dat het, hè? Ja. En Paul haalt bijvoorbeeld hier 63-30. Dat is normaal agressief gespeeld, zeg maar. Ik haal een 50-13. Dus ook leuk natuurlijk. We gaan lekker over naar de vragen van deze week. Lekker een gameplay van een minuutje of 11. Dus dat is wel prettig natuurlijk. Damon Muffels vraagt aan mij van Chris, wie is je favoriete Engelse of Amerikaanse YouTuber op Call of Duty gebied? En ik kijk eigenlijk Team Martin en LEA kijk redelijk vaak. Niet altijd, maar ik kijk ze wel regelmatig. Als ik even langs zie komen, dan denk ik dat is wel een leuk onderwerp waar ze het over gaan hebben. Natuurlijk vooral ook kijk ik tegenwoordig dingen in verband met de nieuwe Call of Duty natuurlijk. Dat vind ik gewoon interessant om te weten. En daar leer ik ook dingen van. Want ja, ik hoor ook niet altijd alles hoe alles in elkaar zit, zeg maar. Hè? Wanneer wat uitkomt. Wat voor wapens en zo. Want ja, ik heb nog niet gespeeld natuurlijk. Dus ja, het is altijd voor mij ook interessant om dat soort YouTubers te volgen eigenlijk. En ja, daarnaast vertellen ze het ook heel erg goed. En natuurlijk, en ze zijn natuurlijk niet voor niks natuurlijk zo groot natuurlijk. Dat is natuurlijk 100% terecht natuurlijk. Dus ik volg eigenlijk Team Martin en LEA. Dat zijn de twee. Engelse YouTubers. Ik keek wel een beetje Fearcrats en zo. Maar ja. Weet niet. Hij uploadt niet zoveel leuke content meer, zeg maar, tegenwoordig. Dus die kijk ik wat minder. Helaas. Af en toe wel een videootje. Dat was het eigenlijk een beetje. Gaan we over naar de volgende vraag. Van Bastian H. Q&A voor MB3. AK, minder recoil of verbeterde aimbot op de M4A1. Zoals je weet, de M4A1 inderdaad heeft een scoopje, zeg maar, zo'n ringetje erop, hè, zeg maar, als je in de zonder Red Dot speelt. Ik speel ook trouwens meestal met een M4, ook een Red Dot silencer. Maar wat zou ik kiezen? Ja, toch de AK, minder recoil en zo. Want ik vind de AK gewoon het mooiste wapen uit de game eigenlijk. Niet het beste wapen, maar wel het mooiste wapen. En het enige nadeel is wel dat dat ding echt super veel recoil hebt. Totdat je natuurlijk als specialist hebt, dan is het een stuk minder. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je de prophecies unlockt. Hè? Want mensen vergeten van, als jij speelt bijvoorbeeld met specialist, dan in het begin bijvoorbeeld twee attachments. Hè? Bijvoorbeeld Silencer Extended Max, zeg maar wat, of Red Dot Extended Max. Dan unlock je ook bij Specialist al je prophecies die je hebt. Dus dat is zeg maar de focus, de kick, de dingen die je er allemaal op kan zetten. Die unlock je dus ook allemaal. Dus niet alleen al je perks, maar ook al je prophecies. Dus ik zou alsnog zeggen van AK gewoon minder recoil. Want ik vind nog steeds dat hij wel iets te veel recoil hebt, zelfs met al Specialist. De volgende vraag van WE22EFI. Ik heb al vaker van hem vragen beantwoord. Chris, Q&A. Wat is je favoriete fastfood restaurant? En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het af en toe wel lekker inderdaad om gewoon lekker een hamburger of patatje te eten, weet je, dat soort dingen. Maar vroeger had ik wel iets meer McDonald's. Ik eet nou niet zoveel McDonald's meer. Ik vind het ook trouwens veel te duur, helaas. Helaas, misschien eigenlijk wel goed ook. Maar een nadeel vind ik eigenlijk meestal met de meeste fastfood dingen is, als ik het gegeten heb, dan ik na een uur denk ik van, nou, ik lust alweer wat eigenlijk. En dat is wel een beetje, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke fout. Ik vind het allemaal wel wat hebben, zeg maar. KFC bijvoorbeeld, Burger King of McDonald's. Het is allemaal op de tijd wel een keertje lekker, maar
Ik zeg nou niets echt van nee, ik heb een favoriete fastfood restaurant. Nee, nee. Waar je me blij kan maken is gewoon lekker een kroketje. Of een frikandel speciaal met uitjes. Dat vind ik ook lekker. Volgende vraag van Jelle Hugens is het. Q&A. Yo Fishy, heb je vroeger gerookt? PS my fit. Keep up the good work. Dankjewel natuurlijk. Of ik vroeger gerookt heb. Ik heb volgens mij één keer ooit een kindje geprobeerd te roken. Maar ik vind het echt, echt super smerig. Ik raad ook natuurlijk niemand aan om te gaan roken. Maar ja, dat is natuurlijk wel een standaard. Hè? Dat lijkt me logisch natuurlijk. Roken, ja, het is echt, je gaat uit je muil ruiken ervan. En het stinkt ook smerig. Kijk gewoon naar een asbak, zou ik zeggen. En stel je het voor dat dat gewoon in je longen zit. Dat is toch gewoon fucking smerig. Het is ook bij mij trouwens een vette afknapper. Ook bij een vrouw of mijn vrouw. Is het gewoon een vette afknapper als iemand gewoon rookt. En als je dan niet gaat zoenen. Wow. Gadverdamme. Nou, voor mij als je een asbak stonkt. Dan smaakt dat gewoon zo. Gadverdamme. Nee, ik heb echt ik mag niet duur genoeg zijn. Om heel eerlijk te zijn. Ik vind het echt gewoon fucking smerig. Natuurlijk heb ik wel een keertje gerookt met een wietje, snap je? Maar ja, dat is natuurlijk wel totaal anders weer. Dat vind ik wel ook heel erg smerig, moet ik eerlijk zeggen. Volgende vraag van Mr. Kingfish73. John, oftewel John. Q&A. Wat vind je het moeilijkste om te doen om gewicht te blijven? Te komen? Minder eten, meer bewegen, je snacks laten liggen, alleen maar gezonde dingen eten. Ik denk meer bewegen eigenlijk, dat het toch een beetje lastig is natuurlijk. Want ja, vroeger tenniste ik wel eens en zo, maar ja, hier natuurlijk een beetje ben ik in mijn eentje. En moet je eerlijk zeggen, bijvoorbeeld als ik naar sportschool zou gaan, dan zou ik bijvoorbeeld de eerste keer in de week bijvoorbeeld twee keer gaan, de tweede week één keer en daarna doei. Dus dan betaal ik voor niemand. Dus nee. Ik vind dat denk ik het allermoeilijkste van allemaal. Want minder eten heb ik eigenlijk niet zoveel problemen mee. Snacks laten liggen ook niet eigenlijk. En gezonde dingen. Ik vind ook een heleboel gezonde dingen lekker. Weet je? Sla vind ik super lekker. Ik vind groenten. Ik vind een heleboel groentes vind ik gewoon lekker. Weet je? Daar heb ik niet zoveel problemen mee. Wat ik bijvoorbeeld heel erg lekker vind is bijvoorbeeld lofsalade en zo. Dat is heel erg gezond voor je. Dus ja. Dus daar. Ja, ik denk dat het allermoeilijkste is gewoon bewegen. De tijd nemen voor bewegen, zeg maar. Maar ja, natuurlijk, je kan het gewoon een beetje simpel oplossen door middel van al eerst een kwartiertje per dag fietsen. Dan heb je eigenlijk al een beetje genoeg beweging. Klinkt heel weinig, maar mensen hebben niet. Ja, het is eigenlijk al heel erg goed. Als je zoveel beweegt, zeg maar. Volgende vraag van. Oh my god, it's Chesto. Q&A. Welk wapen hoop jij dat in Black Ops 3 terugkomt? Ook een goede vraag trouwens aan jullie meteen. Misschien. En welk wapen zou jullie terug willen zien natuurlijk in Black Ops 3? Dus laat het ook even achter bij de comments. Ik in ieder geval zeg gewoon de ACR en de AK-47 natuurlijk. Ik vind dat het gewoon weer tijd is voor een AK-47. Black Ops 2, geen AK. In Ghost, geen AK. In Advanced Warfare, geen AK. Jongens, AK, dat is toch wel het wapen toch in oorlogen? Een AK-47. Die moet toch echt terugkomen, vind ik. En ook in de toekomst kan er nog een AK-47 zijn, toch? Dat pakt toch helemaal niet uit? Teruggooien die dingen. En een ACR natuurlijk. Ja, dat is gewoon natuurlijk gewoon lekker easy wapen. Ik vind dat je gewoon in elke Call of Duty een paar easy wapens moet hebben. Een paar moeilijke, een beetje de balans. In de MW3 is het gewoon de perfecte balans, hè? Je hebt moeilijke wapens, leuke wapens, snelle wapens, makkelijke wapens. Je hebt daar eigenlijk alles in. En de laatste tijd vind ik jammer dat ik voor mijn gevoel er te weinig wapens zit in een Call of Duty. Natuurlijk heb je in Advanced Warfare natuurlijk al die verschillende soorten wapens, maar het blijft gewoon hetzelfde wapen. Dus ja, ik hoop op iets meer variatie. Maar in ieder geval, de ACR AK-47 komt terug. Dat vind ik wel leuk. Dan gaan we naar de volgende vraag van Gewoon Gekke Gerrit. Een gewoon gekke Gerrit vraagt mij, wat vind je het lekkerste op je pizza? Nou, ik vind pizza een van de lekkerste dingen eigenlijk die er is. Ik plus eigenlijk alles op een pizza. Meestal als ik bijvoorbeeld uit eten zou gaan bij een pizzeria, neem ik wel meestal de pizza van de pizzeria, zeg maar. De speciale pizza. Het enige wat ik eigenlijk niet echt lekker vind is eigenlijk olijven erop en
Ja, wat vind ik nog meer niet lekker op? Champignons. Ik heb echt een smerige hekel aan champignons. Ik haat champignons. Ja. Maar soms kan er gewoon een pizza met salami ook super lekker zijn. Of een calzone, vind je ook lekker. Een dubbelgevouwen pizza hè. Of een pizza shawarma, vind ik ook super lekker. Hawaii pizza is ook lekker. Ik vind eigenlijk alle pizza's lekker. Behalve dus met champignons en met olijf. Dat is echt Nou, ik zie dat de gameplay eigenlijk alweer bij al over is. Dus ik ga niet meer vragen beantwoorden. De andere vragen zal ik nog... Ik heb nog drie namelijk. Die zal ik gewoon meenemen weer naar volgende week. Laat dus even je vragen achter bij de comments. En dan... Dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden, jongens. Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En bye bye. Massoen.